Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door HollandPoker.nl. De pokersite voor Nederland. Nicky. Golf. We staan er weer. Ja, in Vak Zuid. Onze plekje hier. En mooie uitzending. Twee wereldkampioenen hebben we. Eentje in, bij de amateurs in de Omaha. Ja. En de andere die komt hier aan tafel. Ja. Onze hoofdgast. En die heeft de bracelet gewonnen. De eerste bracelet voor Nederland in het No Limit. Ja, en niet alleen dat. Ook een speler die een gigantisch mijnenveld verslagen heeft. 3800 spelers of zo. En gewoon zeer interessant. Ja, ook extra interessant. Ja, een speler die heel veel dingen doet waar die voor heel veel mensen, voor heel veel van ons, gewoon ver van ons afstaan. Natuurkundige dingen, wiskundige dingen. Ik heb het een beetje bekeken. Ik zeg je eerlijk, ik snap er niet altijd wat van, Nick. Maar zeer interessant. We gaan hem aan de tand voelen. Absoluut. We gaan hem roepen. Marcel Vonk, daar is hij. Hallo. Marcel, welkom. Marcel, welkom in de uitzending, jongen. We hebben een mooie volle uitzending. We gaan er wat leuks van maken. Kom. Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Poker Insight. Wederom een speciale aflevering, want we hebben een wereldkampioen aan tafel. Marcel Vonk, van harte welkom. Hallo. Je kent het principe van het programma. Ja. We gaan je beginnen met een aantal pittige dilemma's voor te leggen. En het is de een of de ander, zo simpel is het. Nou, voordat we met die dilemma's beginnen, wat normaal altijd doen, mag ik even kijken wat daar staat. Dat is hem. Dat is hem. We kunnen wel met die dilemma's beginnen, maar dichterbij dan dit zou ik nooit komen, Rolf. Dus... Laat me even genieten. Ik denk dat de kans bij mij hetzelfde is. Ik kan je verzekeren, een kleine mate van jaloezie voel ik aan tafel. Ja, in ieder geval bij mij. Ja, stop ons wel snel weer in de tas. Laat het lekker staan. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk een fantastische prestatie. Dat neemt niet weg. Hier komen een aantal pieten. Ja, hij wordt aan het eind van het uitzending verloot onder de kijkers bij de kijkersvragen. Hè, dat jullie dat wel blijven kijken. Goed. Wiskunde of natuurkunde? Wiskunde. Poker of vriendin? Vriendin. Wereldtitel in poker of auteur van wereldwijd geprezen wetenschappelijk boek? Dat laatste. Poker op basis van mathematiek of tels en psychologie zijn ook heel belangrijk? Zijn ook heel belangrijk dan het tweede. Het niveau van live toernooi poker kan nooit heel hoog zijn als ik als amateur een wereldtitel pak. Of ook als amateur pokeraar kun je... Zeer hoog niveau halen. Dat is makkelijk, de tweede. Onze wereld kan mede verklaard worden door God. Of de meest onbegrijpelijke zaken zullen op termijn natuurkundig worden verklaard. Vreemd genoeg, onze wereld kan mede verklaard worden door God. Een toernooi met 3800 deelnemers is een echt mijnenveld. Of 3800 deelnemers is echt niet zoveel zwaarder dan 600 of 700. Het is een echt mijnenveld. Variantie in toernooipoker wordt onderschat door de huidige succesvolle toernooispelers. Of variantie in toernooipoker wordt juist overschat door de spelers die maar geen resultaten weten te boeken. Het wordt onderschat. Mijn bracelet was een lucky punch. Of ook in de toekomst zal ik van mij doen blijven spreken. Ook in de toekomst zal ik van mijn doen blijven spreken. Ja. De eerste Nederlandse bracelet ooit in Limit of de derde Nederlandse bracelet ooit in No Limit? Toch dat laatste, de derde. Wil je nog ergens op terugkomen? De vraag die je eigenlijk altijd hoort, poker en wiskunde of gevoel. Ja. Het is niet of, het is en. Je kan eigenlijk tegenwoordig niet meer zonder goede wiskundekennis in het poker ver komen. Maar zeker live poker zijn reads ook ontzettend belangrijk. Dus je moet het gewoon allebei hebben. En als je de goede reads in de wiskunde stopt, dan komt het helemaal goed. Vraag die je daar meteen bij aansluit. Wat heb jij concreet gedaan voor het toernooi begon om, buiten het wiskundige aspect, wat natuurlijk al top ontwikkeld was, om te zorgen dat je ook psychologie en tels ook onder de knie had? Wat heb je daarvoor specifiek gedaan? Voor dit specifieke toernooi niet zo heel veel, behalve dan als je verder komt dan dag 1, dan kijk je wat je starttafel is, wie daar zitten, en die zoek je even op internet en probeert uit te vinden wat voor spelstijl ze hebben. Maar verder is het gewoon heel veel spelen en dan krijg je vanzelf steeds meer gevoel. Het is anders waar ik op terug wil komen. Je zegt gek genoeg over het verhaal God of natuurkunde. Zeg je gek genoeg toch gedeelte God?
Waarom gek genoeg? Nou, gek genoeg omdat veel mensen van fysici en wetenschappers niet verwachten dat ze gelovig zijn. Voor mij is het juist zo dat je, hoe meer je je in de natuur en de wiskunde verdiept, hoe meer je erachter komt dat er zo ontzettend veel vragen zijn waar je nooit een antwoord op zult vinden, dat een God beslist niet uit te sluiten is. Maar is het dat je dat antwoord niet nu kan vinden? Of zeg je dat is echt niet nooit uit te zoeken? Want 50 jaar geleden hadden we ook nooit gedacht dat we iets zouden... Ja, precies. Dus je ziet dat we steeds verder en verder komen. En ik denk dat heel veel vragen gewoon puur met wetenschap te beantwoorden zijn. Maar de echt fundamentele vragen, ja, wie weet het, ik niet. Marcel, in Nederland was je eigenlijk een grote onbekende. Dus op het moment dat jij de bracelet pakte, wisten heel veel mensen überhaupt niet wat jij deed. Toch was het niet je eerste jaar bij de World Series, want ook het jaar ervoor ben je Vorig jaar heb ik ook mee. Vertel eens kort wat daarover. Vorig jaar was mijn eerste World Series toernooi. Eigenlijk ver buiten mijn bankroll, maar goed, ik ben een amateur en een plezierspeler. Dus eens in het jaar mag ik van mezelf dan wel een wat groter toernooi spelen. Dus toen heb ik een $1500 toernooi gespeeld. Meteen dag 2 gehaald en meteen het geld gehaald. Dus daar was ik al heel gelukkig mee. Wel aan het begin van dag 2 helaas verloren. Als je dan toch uitgeschakeld moet worden, dan maar door Phil Hellmuth. Dat was wel leuk. Dus dat was een hele mooie ervaring. Dus ik dacht, dat ga ik dit jaar nog een keer proberen. Ja, en dit jaar heb je een $1000 gespeeld of heb je ook andere toernooien gespeeld? Ik heb 3 toernooien gespeeld. $2000 toernooien, 1 $1500. Oké, zoals gezegd, het was een toernooi met heel veel deelnemers. 3800. Ik weet van de finale dag. Je was dag 1... was je zeer short. Je had nog iets van 8000. Ja, aan het eind van dag 1. Dag 1 begon heel goed. Ik had al na 2-3 uur had ik 21.000. Ja. Een startstack van 3.000. 3.000, ja. Dus dat ging heel goed. Maar toen kreeg ik een nieuwe tafel met Joe Bartol. Die kwam links van me zitten en wat andere goede spelers. Ja. En nou ja, ik werd continu gedriebed en gevierbed. En ik kreeg geen kaarten. Dus het eind van de dag had ik nog 10 big blinds over. Ja. Herken je die spelers dan, die aan tafel komen? Nee, Joe Bartol, die kende ik van naam, maar ik had geen idee hoe die uitzag. Dus dat, toen hij aan het eind van de dag zijn chips in het zakje deed en zijn naam erop schreef, zag ik dat hij het was. Dus toen begreep ik wel waarom ik het zo moeilijk met hem had. Later in het toernooi, in een latere dag, meen ik, volgens mij dag 2, heb je één keer Lucky moeten overleven. Ik meen met 10-9 tegen Aas Boer, dat je die pot won. Dag 3 was echt jouw dag. Je won een keer een pot met aas tegen aas koning op een koning klein bord. Precies, dus het beter kon bijna niet. Ja. Je won nog een keer een grote pot met aas koning zelf, geloof ik. In ieder geval, dat was de dag dat je helemaal doorbeukte. En toen uiteindelijk kwam dan de laatste dag. En ik neem aan dat op het moment dat je zover komt, terwijl je nog nooit eerlijk gezegd met live poker nog nooit zover gekomen bent. Ik neem aan dat je op het moment dat de finale dag komt, dat je denkt van, oeh, nu wordt het eng. Of dacht je het helemaal niet? Nee, meer van nu wordt het leuk. Ik bedoel, ik had het geld eruit. En wat er zou gebeuren maakte verder niet zoveel uit. Je denkt er niet aan van, ik kan zo $500.000 winnen. Je wil het toernooi winnen. En ik was tweede in chips toen de dag begon. Dus ik wist dat ik een goede kans had. Ja. En de meeste tegenstanders had ik al meegespeeld. En er zaten goede spelers bij, maar niemand waarvan ik echt doodsbang was. Uh-huh. Dus ik dacht, we gaan het gewoon proberen en we zien wel wat er gebeurt. Ja, je won één keer geloof ik een flip en één keer won je nog een grote pot met koningen tegen boeren. Ja. En er was nog een andere pot die je pakte die op het forum van Pokernews kreeg er heel veel credit voor, die je erg mooi uitspeelde. En Kleine Blind, iedereen paste er naartoe, dus iedereen, er waren 3 spelers over. Met AS10. Ja, AS10 race jij uiteraard de small blind, big blind call. Flop komt boer 10-9 met 2 schoppen die jij niet hebt. Ja. En turn is kleine kaart, river is kleine kaart en op alle 3 de straten speel je check call met AS10. En je pak je tegenstander, had je die bij de bal. Ja. Was dat nou op basis van een read? Of was dat puur op basis van mathematiek? Van kans dat mijn hand hier verslagen wordt is niet zo heel groot. Dat was vooral een read. Eigenlijk op de flop. Ik zag die flop. 19 boer, 2 schoppen. Ik denk, als ik bet, nou ja, dan win je niks mee. Hij past als hij niks heeft. En als hij raised dan, of called, dan heeft hij me. Dus dat is typisch een flop waarop op je hem laat bluffen. En het was ook wel het moment in het toernooi waarop ik dacht, nou, hij zal er wel aan toe zijn om eens een keer te proberen een pot te stelen van me. Dus ik check call. Ik dacht eigenlijk, ik check call 2 keer en als hij nog een keer bet, dan leg ik weg. Ja. Dus de flop en de turn gingen vrij snel. En toen op de river, ik checkte weer. Hij bette vrij veel volgens mij. Ja. Volgens mij en, iets meer dan 1 miljoen. Volgens mij ik ben 1 miljoen of zo. 170, 420 en toen 1,2 miljoen of iets zo. Dergelijks, ja. Zoiets, hè? En dat was een moeilijke call, maar ja goed, dan ga je eens rustig achterover zitten. En hij kwam niet heel erg zeker op me over. Ik had niet het gevoel dat hij echt sterk was.
Dus ik maakte de call en ik had gelijk gelukkig. Hij had aas 5 of zoiets. Ja. Toen je heads-up kwam, toen op een gegeven moment was je flink op achterstand gekomen. Had je 2 miljoen tegenstand naar 10 miljoen. Ja. Wat dacht je toen van je kansen? Nou ja, dan zegt de wiskundige in je natuurlijk dat je kansen 1 op 5 zijn ongeveer. Als je even sterk bent. Of 1 op 6. Maar dus waar neem ik aan dat jij ook wel denkt dat short stack wel een inherent voordeel heeft. Dus dat als je ja, dat, van de chips hebt, dat je misschien wel... Misschien heb je een iets betere kans. Ja, ja, okay. Maar goed, je hebt een kleine kans. Maar ja, goed, je kan niet anders doen dan de kaarten die je krijgt spelen. En als je dan kijkt en je ziet een aas vrouw of je ziet een paar koningen, dan ben je heel gelukkig. En als de chips dan ook nog in het midden gaan, dan is het een makkelijk spelletje. Had je een bepaalde tactiek gedurende het toernooi? Omdat het is... zoals gezegd, het is een mijnenveld. En jij zei ook echt van, het is een mijnenveld. Het is niet een beetje moeilijker dan 600, 700 man toernooi. Het is veel moeilijker. Ja. Had je daar een speciale tactiek voor? Of? Ja, de beste tactiek is gewoon geluk hebben op dat moment. Want kijk, een toernooi van 4000 spelers. De gemiddelde speler wint dat 1 in de 4000 keer. Ja. Nou, misschien dat ik goed genoeg ben om het 1 in de 500 keer of zo te winnen. Maar je moet dus dat geluk nog wel hebben. En verder, wat je in zo'n groot toernooi moet doen, is gewoon geduld hebben. Wachten tot je tegenstanders de fouten maken. Geen gekke dingen gaan doen. Afwachten op de goede kansen. En dan, dan komen je aasen tegen aas koning hopelijk vanzelf een keer. En dan kan je een keer een goede call maken, zoals met die aas 10. En dan, als alles mee zit, red je het. En heads-up, was dat nog, had je nog een extra voordeel ergens? Had je nog een voordeel dat je dacht van, ik heb een read op de telefoon waar ik gebruik van kan maken? Ja, heads-up was eigenlijk het enige moment dat ik niet meer het gevoel had dat ik beter was dan de rest van de tafel. Het was, ik denk dat degene tegen wie ik speelde, David Peters, ook echt wel de beste speler was naast mij. Of hij nou beter of slechter was dan ik, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Dus op dat moment had ik echt het idee, we zijn goed aan elkaar gewaagd. En ja, het geluk en de kaarten gaan een hele hoop beslissen. En dan win je uiteindelijk die bracelet? Dan besef je het niet. Nee, dan heb je eigenlijk geen idee wat er gebeurt. Dan, dan breekt er een hoop gejuich los. En, veel Nederlanders om je heen? Ja, was erg leuk. En ook vrienden die ik online had leren kennen, waar ik veel mee omga. Amerikanen, Canadezen. Dus er was een redelijke rail voor me. En dat, een geweldige ervaring natuurlijk. Ja, en dan is het geloof ik 1 of 2 dagen voordat het main event begint. En iedere pokerspeler heeft dan zoiets van... Ik zit in de mood, ik ben in de swing, het gaat goed. Ik win 500 zoveel duizend euro. Dus die 10.000 euro voor het main event, dat kan nog wel af. Ik ga lekker het main event spelen, want ik zit ik niet. In de... Maar Marcel zei nee. Marcel zei, ik ga lekker op vakantie. Dat was al in de planning. Mijn vriendin was al uit Nederland overgekomen om samen op vakantie te gaan. We wilden een rondreis maken door de zuidwesthoek van de Verenigde Staten. Natuurparken bekijken. En die was dus al 2 dagen langer daar gebleven dan oorspronkelijk de planning was. En dat vond ze heel leuk hoor natuurlijk. Ja. Zeker omdat er een mooie prijs aan het eind was. Maar toen had ik ook wel zoiets van, voor dit jaar is het genoeg. En volgend jaar kom ik terug met main event. Maar zo'n laatste vraag in dit onderdeel. Je hebt eerste prijs behaald van 570.000, 960. Was het helemaal voor jou? Had je percentages uitstaan? Nee, het was allemaal voor... een kwart was voor de Belastingdienst. Maar verder was het allemaal voor mij. Ja, want hoe zit dat even kort? Ja? Want je woont in Portugal. Ik woon in Portugal, dus ik moet in Portugal kansspelbelasting erover betalen. En hoe zit het dan met Portugal? Het is vrijwel hetzelfde. In Portugal is het 25%, hier 29%. Dus ik heb een klein voordeeltje, maar het is nog steeds een flinke hap. Okay. Betekent wel dat de resterende 75% natuurlijk gewoon keurig mooi wit geld is? Ja. Wat natuurlijk heel erg fijn is. Wat heb je ermee gedaan? Wat ga je ermee? Ik ga er heel verstandig een pensioen van opbouwen. Want ik ben wetenschapper. Ik reis heel veel de wereld over. Ik heb dan eens 2 jaar een baan daar, dan weer in een ander land. Dus je bouwt op die manier heel weinig pensioen op. Dus een groot deel daarvan heb ik opzij gezet met dat doel. En de rest gaat in de bankroll. En daar ga ik hopelijk wat meer grote toernooien spelen. Opnemen toekomstige toernooien te spelen. Ja. Waaronder natuurlijk de komende World Series speel je natuurlijk zeker het main event. Volgende keer in elk geval wat kleine toernooien en het main event. En misschien 1 of 2 EPT's die ik nog ga spelen dit jaar. Duidelijk. Marcel, prachtig dat we jou tafel hebben. Maar Nick en ik gaan nu even praten met een andere wereldkampioen. We hebben een gast, Max Kruijs. Niet zomaar een gast. We hebben aan tafel zit een bracelet-winnaar, een wereldkampioen. Maar? Naast ons zit er nog een wereldkampioen. Een wereldkampioen. Ja, wereldkampioen bij de amateurs in de Omaha is Max Kruijs. Wij zijn naar Nottingham gegaan afgelopen tijd. En daar hebben we de wereldkampioenschap gespeeld als team voor Nederland. Het was voor amateurs, geworden. Hè? Het was niet voor profs, hè? Nee. Helaas was het niet voor profs. Oké, maar vertel, want jij hebt die titel gepakt. Ja. Laat me even kort vertellen. We zijn als team Nederland zijn we naartoe gegaan met Bernie en Jan-Roel Bresser
en Max. Als team zijn we 6e geworden. En daarna was er een Six-Max toernooi en er was een Heads-Up toernooi. En het Omaha toernooi. Het Omaha toernooi heeft Max Kruis gewonnen. Max, hoe was dat? Ja, dat was geweldig. Dat was leuk. Ook voor jullie natuurlijk, want we hebben het ook met z'n vieren gedaan. Ik heb individueel wel gespeeld natuurlijk. Ja. Ja, je gaat er toch heen met een doel. Dat zeiden we ook al van tevoren. We hebben een kleine missie hadden we. En die is toch gedeeltelijk gelukt. En daar ben ik, niet gedeeltelijk, we wilden wereldkampioen worden. Ik ben wereldkampioen geworden, dus het is gelukt eigenlijk. En dat vind ik ook leuk. Ja, van Nicky, Bernie, van mezelf natuurlijk ook. En van Jan Roel natuurlijk ook. En dat was gewoon geslaagd. Hoe was het gegaan, die oma? Hoe was het gegaan op oma? Ja, het ging eigenlijk vloeiend. Ik ging er eigenlijk goed doorheen. Ik kreeg op goede posities de juiste handen. De juiste handen en ik kreeg het geld in de pot. Dus dat liep eigenlijk vrij redelijk door. En dat bleef eigenlijk doorlopen. Ik zei ook van tevoren, ik ging aan de finale tafel. En ik zei tegen Nicky, ik ga hem winnen. Klopt. Dat heb ik voorspeld. Ik zeg, ik ga hem winnen. Ik had het gevoel, ik had de win mee. Dus ik denk, we gaan er gewoon voor. En dan word je wereldkampioen. Dan krijg je een gouden medaille, uitgereikt door Simon Trumper. Ja, klopt. Bekende speler. Daar krijg je de gouden medaille van. En niet alleen dat, maar je mag ook nog terugkomen, hè? Ja, ik mag terugkomen. Ik mag in februari, waarschijnlijk in Londen wordt dat gespeeld. Dan spelen we met 18 man. Dat zijn 18 winnaars van het WK. En nog een paar genodigden waarschijnlijk. En dan speel ik een sponsorpakket van bij de £50.000. Dus dat is een leuke bijkomstigheid. Top werk. En betekent het dat je ook ergens dan... dit is een ander toernooi volgens mij. Of wordt het een jaarlijks iets dat je je titel verdedigt? Of speelt het helemaal niet? Ja, ik hoop natuurlijk dat we volgend jaar weer om de titel te verdedigen natuurlijk. Het is elk jaar. APAT, dus Amateur Poker Association Tour. Heel groot in Engeland. Die organiseren dat. Doen verschillende soorten toernooien. Maar ook onderlinge online toernooien. Daarom komen die 18 spelers. Want je hebt heads-up kampioen, een Omaha kampioen. En online zijn er wat kampioen. Nationaal zijn er wat kampioen. En die 18 spelers komen dus bij elkaar. En dat we volgend jaar terug gaan. Jij gaat zeker terug om en je oma te... Jij gaat ook terug, al moet ik aan je haren meeslepen. Al heb je niet zoveel haren meeslepen. Maar Nick, dit toernooi was dan in Nottingham. In Düsseldorf Club. Een hele mooie luxe club. Prachtig. Het was prachtig, hè? Prachtig club. Geweldige structuur. Alles liep. De dealers waren perfect. De tafelsettings. Alles liep. Het is ongelooflijk hoe ze dat daar voor elkaar hebben. In vergelijking met Nederland. Dat is echt... er was niks op aan te merken. Echt helemaal niets. De dealers, je hoeft maar te roepen en het was het. En, ja, dat is fantastisch gewoon. Dat is echt bijna niet te vergelijken met een andere club of wat dan ook waar we gespeeld hebben. Nee, er staan 45 tafels in die club daar. We hebben de eigenaar gesproken, Rob Jong, daar is het van. En Simon Tamper, die doet dus de hele management daar, onder andere. En nog iemand waar ik zijn naam even voor kwijt ben. Twee oude, bekende Engelse profs. Ja, nou ja, goed, dan als je zo iemand al erbij haalt, dan weet je ook dat het goed loopt. Dat is een ja, exact. Dealers zijn perfect, hebben daar een hele opleiding. En 45 pokertafels, gigantische club, echt superleuk. Maar sowieso in Engeland is dat het bloeien. Want deze maand is het de maand van Engeland, geloof ik. Ja, hè? Ja, want dat toernooi was dus. Inderdaad, Londen is nu op dit moment de pokerhoofdstad van de wereld. Je hebt nu poker in de park, wat een superleuk initiatief is, waar 20.000 mensen op afkomen, waar alle grote pokersites staan. Ja. Er worden lezingen gehouden, mensen kunnen gratis toernooien spelen. Dat is prachtig, maar er wordt gespeeld in september, de WPT, de World Series of Poker Europe, de EPT wordt gespeeld. Dus dat zijn de drie grote toernooien die in Londen worden gespeeld. Daarnaast zijn er nog wat kleinere toernooien. Dus echt, in Londen moet je deze maand zijn. Maar wat is er eigenlijk afgelopen maand gebeurd? Heel even kort terug. Unibet Open Praag is geweest. Fantastisch, veel Nederlanders weer naartoe gegaan. We zijn daar op een 7e plaats geëindigd met Joost Mennerink, geloof ik dat hij heet. EPT Taling is geweest. Ja. Prachtige prestatie weer van Stefan Sadel. 60 geworden. Voor mij ook goed. Maar zit weer in mijn team. Ook knap, een 5e en een 3e plaats voor Jasper Wetermans in de side events. Ja. En EPT Villa... ook in je team? Die zit ook in mijn team. Kijk eens. EPT... Reken voor eigen parochie. EPT Villamura. Ik ben die al jaren. De man is weer terug. Rob Hollink. Spreek zijn naam goed uit? Rob Hollink. Hij is terug. Hij is terug. Hij is terug. Mooie prestatie. 7e. En bij de EPT. Ja. Wat gebeurt? Hij had kans om de eerste tweevoudige winnaar te worden.
Want hij was natuurlijk de Europese kampioen. En volgens mij, als mijn informatie correct is, is er nog nooit iemand geweest die twee keer een EPT heeft gewonnen. Klopt. Hij zou kans hebben gemaakt. Er zijn een paar keer mensen in die gelegenheid geweest. Ja. Is nog steeds niet voorgekomen. Oké. Wat gaat er nog meer gebeuren deze maand? Er komt nog een EPT, zoals ik al zei, in Londen onder andere. Nou, alles wat in Londen wordt gespeeld. Valkenburg, om in eigen land te blijven. Klopt. 25, 26 september. Main event, daar zijn we bij. Jij bent er ook bij. Jij gaat spelen natuurlijk. Tuurlijk. Wordt uitgezonden weer bij Poker City. Oké. Okay. Nou, en de Weekcup moeten we eventjes natuurlijk aanstippen. PokerStars gaat beginnen dit weekend met 3 weken lang, geloof ik. Ik weet niet precies. Alle grote toernooien online. Wat liep dan? Wat liep dan? Ja, dat is wel wat om te gaan spelen voor je. Toch even wat toevoegen. Ik heb een vriend, die was mee, die heette Bernie Frankfurt, dat weet je. Ja. Ik wil hem toch feliciteren met zijn 8e plaats in een evenement van 500 man. Daar wil ik hem toch bij feliciteren. Dat vergeet ik helemaal natuurlijk. Want het main event was een No Limit Hold'em toernooi. En heel veel deelnemers, ongeveer 500. En, dat is, en daar werd hij 8e. Je vriend Bernie Frankfurt, die nu al 3 keer heeft weggedrukt bij zijn telefoon. De hele tijd, een uur lang, heel vervelende berichtjes laten sturen. Okay. En ook Jan Bresje natuurlijk ook 10 in het Omaha toernooi geworden. Net voor de finale op avond eruit ging. Maar ik moet toch Bernie's naam even noemen, want hij heeft al 3 of 4 slapeloze nachten in. Ik word een beetje moe van hem. Dus Bernie bij deze, toch gefeliciteerd. Wat houdt het in voor onze klassementen? Nog heel snel. Ja. De HCSLP-klassement, niks veranderd. Want er is geen toernooi geweest. Normaal was het Utrecht, maar dat was er dus nu niet. Ja. Dus Sven Polarski, Bas Michelsen. Bas en Michelsen. En Giorgio Laiacona. Ja. 1, 2 en 3. Ja. Poker City, year of the klassement van de kampioenen. City, ja. Paul Berende op 1. En niet alleen staat hij bij ons op 1. Nee, toch een geweldige presentator. Paul Berende staat niet alleen bij ons op 1. Maar die staat in het hele Europese klassement. Staat hij op 1, zag ik toevallig. En dat is natuurlijk een hele knappe prestatie. Patjes. Marcel Vonk, onze gast, die zit te wachten nu aan tafel nog. Ja. En Paul Valkenburg, dat is het klassement. En daarmee sluiten we het af. Max, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. We gaan je zeker terugzien. Zeker. In de Omaha en Master Classics. Master Classics ga ik spelen, ik heb een beetje zin gekregen. Dus we gaan het weer proberen. Heel goed. Marcel, voor een pokerspeler doe je zeer aparte dingen. Je hebt een aantal wetenschappelijke publicaties uitgebracht. Ja. Je bent wiskundig, schuimstreep, natuurkundig, zeer onderlegd. Vertel eens in begrijpelijke taal voor de mensen thuis wat je nou precies doet. Ik ben mathematisch fysicus, dus mijn beroep is onderzoek doen in de wis- en natuurkunde. En dan met name in de snaartheorie. Ja. Dat is een theorie die de twee grote pijlers van de natuurkunde op dit moment, de kwantummechanica en de relativiteitstheorie, probeert te verenigen in één. Relativiteitstheorie heb ik van gehoord, dat is van Einstein, meen ik. Ja, klopt. Maar kwantummechanica heb ik geen flauw idee wat het is. Kwantummechanica gaat over de allerkleinste deeltjes die om ons heen zitten. Moleculen en zelfs nog kleiner, noem alle spannende namen op, protonen, neutronen, elektronen. En beschrijft hoe die zich op het allerkleinste niveau gedragen. Oké, en dat is een hele stomme vraag misschien, maar ik denk dat veel mensen thuis dat ook wel hebben. Wat kan je daar concreet mee? Wat is het doel van die wetenschap? Het werk wat jij hebt uitgebracht, ik heb een stuk ervan gelezen van de snaartheorie. Ja. En ik zie mezelf als redelijk intelligent, maar ik snap er dan echt geen ene fuck van. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat heel veel mensen thuis ook hebben van, wat is dan het concrete doel van waar je voor werkt? Nou, ik heb een boek geschreven, dus dat kan je in elk geval lezen. Maar in een paar zinnen. Concreet is het niet een theorie waar binnen 10 jaar tevelpannen of nieuwe ruimteschepen uit gaan komen. Het is echt, we bestuderen die theorie omdat we willen weten hoe de natuur in elkaar zit. En dat is ook een van de redenen dat ik dat boek geschreven heb. Ik doe onderzoek naar dingen die de komende honderden jaren misschien wel niks gaan opleveren in de zin van technologie. Ja. Maar wel in de zin van kennis over hoe de natuur in elkaar zit. Dat begrijpen we nog niet goed. En ik vind het dus ook belangrijk om die kennis te delen met het publiek en niet alleen voor mezelf te houden. Met poker doe je het eigenlijk ook. Want je hebt voor 2+2, het online magazine, heb je, ik meen 2 jaar geleden of zo, een heel interessant stuk geschreven. Vertel eens waar dat stuk over gaat en wat je daarin eigenlijk aantoont. Dat stuk gaat erover. Het was eigenlijk naar aanleiding van vragen die je heel vaak op pokerforums leest. Van, ik heb 30 sit-and-go's gespeeld van 9 man en ik heb er 20 gewonnen. Ben ik nu ontzettend goed? En meestal hoor je dan als reactie, speel er nog eens 1000. Want 30 is een veel te kleine sample size om daar iets over te kunnen zeggen. En eigenwijs als ik ben, vraag ik me dan af van, nou, als je er van de 30, 20 weet te winnen, dat is wel heel veel. Ben je dan niet sowieso al goed genoeg? Ja. Dus ik ben gaan uitrekenen, na hoeveel
goede resultaten kun je eigenlijk echt zeggen dat je een bovengemiddeld goede speler bent. Ja. En daar gaat dat artikel over. En de uitkomst is eigenlijk, ja, hoe beter je bent, nou, hoe minder resultaten je het al kan zeggen. Dus inderdaad, als je 20 van de 30 toernooien weet te winnen of 25 in het geld weet te komen, dan kun je al met redelijke zekerheid zeggen dat je een goede speler bent. Maar volgens mij zeg je het in dit geval nog redelijk bescheiden. Ik heb het stuk natuurlijk gelezen. Wat je eigenlijk doet in het stuk, is dat je niet alleen zegt van wat je nu zegt, maar je gaat eigenlijk nog een stap verder. Want je berekent voor elke speler met welke edge hij zou spelen, naar hoeveel toernooien je echt iets significant, precies, met een bepaalde mate van, ik geloof 95% zekerheid, zoiets, kan zeggen, ja, toch? Leg eens uit hoe dat precies in elkaar zit, want dat heeft te maken met standaard deviaties of twee standaard deviaties. Ja. Kijk, je hebt fluctuaties. Als ik een gemiddelde speler ben, dan zal ik een keertje een toernooi winnen en een keertje een toernooi verliezen. En je kan uitrekenen met behulp van wat wiskundige formules hoe groot de kans is dat je in één toernooi wint of verliest. Ja. En dan kan je ook uitrekenen hoe groot de kans is dat je in 100 toernooien er 20 wint of er 10 wint. Ja. En op die manier kan je zeggen, nou, je zou het met de computer kunnen doen. Ik laat 1 miljoen spelers, laat ik 100 toernooien spelen op die manier. Ja. Dan krijg ik een bepaald percentage wat veel wint en een bepaald percentage wat weinig wint. Ja. En op een gegeven moment zullen de goede spelers beduidend meer gaan winnen dan de slechte spelers. En dan kun je dus zeggen, nou, wanneer is de kans nou 95% dat een goede speler zoveel wint en 5% dat een slechte speler zoveel wint. En op dat moment kun je wel zeggen, als ik zoveel heb gewonnen, ben ik hoogstwaarschijnlijk een goede speler. Dus dat, dat heb ik berekend. Wat waren de reacties op dit stuk? Ik vond het van een erg hoog niveau. Je weet waarschijnlijk dat ik heel veel boeken gelezen heb. Uh-huh. Ik weet dat jij een zeer grote fan bent van bijvoorbeeld het boek van Bill Chen en Jared Ankerman. Ja, dat jij dat een heel erg goed boek vindt. Ja. Dat vind ik ook. Alleen, zelfs voor mij, terwijl ik mezelf toch net iets meer dan gemiddeld op dat onderwerp ingelezen vind, het duizelde me vaak gigantisch. En bovendien zag ik weinig concrete toepasbaarheid voor het pokerspel. Ja. Bij jou zie ik het wel. Dat stuk van jou, dat geeft heel concrete informatie aan een speler van, als je zo'n edge hebt, dan heb je echt zoveel toernooien nodig om te kunnen zien of je inderdaad wel een middelende speler bent. En je conclusie van het stuk was ook erg, vond ik erg mooi. Namelijk dat als je een marge hebt, dus dat je waarschijnlijk een kleine winnende speler bent, tot een marginaal verlies van de speler, als je binnen die brandbreedte zit, dat je echt heel erg veel duizenden dus, toernooien doet. Ja, precies. Niet een beetje meer toernooien, maar dat je echt exponentieel meer toernooien nodig hebt dan om enige mate van zekerheid te kunnen hebben over je resultaten. Ja, dat vond ik, dat klopt. En dat toonde je echt aan op mathematische wijze. En dat vond ik zeer. Ja, ik vind het heel belangrijk omdat, ja, dat komt ook een beetje uit mijn popularisatie van de wetenschap achtergrond. Er gaat ingewikkelde wiskunde in, maar wat eruit komt kun je dan nog best op heldere manier uitleggen aan mensen die niet zoveel wiskunde beheersen. En dat probeer ik in dit artikel en in soortgelijke artikelen echt te doen. Voor de mensen die daar niet zoveel van wiskunde snappen en die waarschijnlijk op dit moment al een beetje achter de computer zitten kijken van, oeh, dit is toch wel een beetje lastig allemaal. Wat moet je als gewone speler als basis van wiskunde absoluut weten om winnend te kunnen spelen? Heel weinig. Je hebt de standaard dingen als pot odds en implied odds. Die zijn handig om te weten. Maar dat is iets, daar hoeft iemand niet heel erg bang voor te zijn als die geen verstand heeft van wiskunde. Dat kun je online opzoeken en met een beetje oefenen kun je dat leren. Veel meer wiskunde heb je in de praktijk als je aan tafel zit niet nodig. Tussen toernooien door is het natuurlijk handig om wat meer wiskunde te beheersen, zodat je je handen kunt analyseren. Dus in die zin is het een voordeel voor me dat ik wat meer wiskunde beheers. Maar de gewone, ben je daar veel mee bezig? Daar ben ik wel vrij veel mee bezig, ja, met ook posts op forum waar ik handen analyseer of waar andere handen analyseer en ik weer commentaar op geef. Dus daar besteed ik wel wat tijd aan. En zie je daar een groot verschil tussen het online poker en het live poker? Het wordt steeds minder. Een paar jaar geleden was het echt zo, de grote generatiekloof. Je zag de oudere live spelers die alles op het gevoel deden. Of heel veel op het gevoel deden. En dan vaak met dat gevoel wel een soort intuïtieve wiskunde hadden ontwikkeld. Ik bedoel, ze weten wel ongeveer wanneer ze met een flush draw kunnen callen en wanneer niet. Maar er was een groot verschil met de jongere generatie die online speelde en de wiskunde veel meer beheerste. Dat wordt naar mijn gevoel wel minder. Ik heb het gevoel dat de oudere spelers meer wiskunde leren beheersen en dat de jongere spelers meer de reads en het live spel gaan beheersen. Je hebt nu een bracelet gehaald. Zie jij jezelf ook inderdaad als gewoon een middelmatige speler live of online? Of
Denk je van jezelf, ik ben nog niet zo ver, maar ik ga er naartoe werken dat het wel zo komt? Ik denk dat bijna elke pokerspeler zichzelf als de beste van de wereld ziet. Ja. Maar ik hoop schat dat jou zeker in als iemand die wel wat kritischer op jezelf is. Ja, nee, precies. Dus kijk, je kan het wiskundig niet bewijzen na 1 World Series overwinning dat je bovengemiddeld goed bent. Ik hoop dat ik het ben, maar dat zal moeten blijken in de komende jaren. En dan heb ik het nadeel dat ik amateur ben en dus misschien maar 10 toernooien per jaar speel. Maar hoe lang ben je al bezig? Want we weten dus, we weten niet, maar ik heb gelezen, in Zweden, waar je gewoond hebt, daar heb je het poker zeg maar opgepakt. Ja, in 2004 ben ik daar begonnen. En heb je vooral live gespeeld daar? Een beetje van allebei. Live met vrienden en er was een club van de wiskundefaculteit die wekelijks een toernooitje organiseerde. Dus daar speelde ik veel. Dus eigenlijk vanaf 2004 ben je al bezig. Dus ja. Je bent al een tijdje zit je erin. Dus dan zou je moeten zeggen of je kan bepalen of je... Ja, precies. Dus online weet ik wel dat ik een winnende speler ben. En dat is ook wel... als we het weer over die standaarddeviaties hebben, dat kun je wel statistisch aantonen dat dat het geval is. Live heb ik... vrij weinig ervaring. Ik heb misschien 50 live toernooien gespeeld of zoiets. En wel bovengemiddelde resultaten, maar ja, wiskundig kun je in elk geval niet aantonen dat ik daarmee een winnende speler ben. Ik hoef jou dan waarschijnlijk niet te vragen of jij poker ziet als een kansspel of een behendigheidsspel? Ja, het is allebei. Hè? De hele discussie gaat de laatste tijd over, is poker nou een kansspel? Natuurlijk is het een kansspel, maar voetbal is ook een kansspel. Als ik een vrije trap op het doel schiet en de winst staat net even verkeerd, dan kan die er ook naast gaan. Zelfs schaken is een kansspel. Je weet nooit precies wat je tegenstander doet. Elk spel is een kansspel. De vraag is, zit er een behendigheidselement in? En dat is in poker wel degelijk het geval, net als in die andere. Dat is ook volgens mij, als ik me goed heb geïnformeerd, het wetenschappelijk onderzoek wat de heer Van der Genugt heeft geschreven. Ken je dat? Heb je dat gelezen? Ik heb zijn artikel niet gelezen, nee. Maar hij heeft dus statistische berekeningen gedaan om inderdaad gewoon aan te tonen dat winnende spelers duidelijk statistisch meer winnen dan verliezende spelers. Iets wat elke pokerspeler eigenlijk al weet, maar het is mooi dat het nu ook in formules bewezen is. Ja. Wat heel veel jaar geduurd heeft, hè? Want eigenlijk zijn beweringen die stammen al van heel veel jaar terug. Ja. En eigenlijk pas nu is er voor het eerst dan wettelijk enige gehoor aan gegeven. Ik tref trouwens meneer Van der Genugt binnenkort. Dus in de komende uitzending zal ik even kunnen vertellen wat zijn visie is en hoe je dat werkelijk allemaal ziet. Dus daar kijk ik erg naar uit. Jouw plannen voor de toekomst? Je gaat natuurlijk nu wat meer spelen, maar je zegt 10 toernooien per jaar, dat zal nog wel een beetje het maximum zijn. Want je hebt natuurlijk gewoon nog je baan en daar verander je niks aan, neem ik aan. Nee, ik vind mijn werk veel te leuk. Ik doe graag onderzoek aan wiskunde en natuurkunde, dus poker is echt een hobby. Stiekem hoop ik ooit als de beste amateurspeler ter wereld gezien te worden misschien, maar ik zal zeker geen professional worden. En als de mensen thuis wat meer willen weten over wat je nou precies doet, je hebt een site waar het niet alleen staat wat je met poker doet, maar ook al je wetenschappelijke publicaties of waar ze te vinden zijn. Wat is de naam van die site? Heel makkelijk, www.marcelvonk.nl. En daar is informatie over mijn boek te vinden, informatie over poker te vinden, over alles wat ik doe eigenlijk. Oké, dat is dus www.marcelvonk.nl. Daar heel veel informatie te vinden over allerlei behendigheidsaspecten, laten we het zomaar noemen. Ja. Maar we gaan hier even kijken of je ook enige luckbox aspecten onder de knie hebt voor de Luckbox of the Year. Marcel, we gaan de Luckbox of the Year spelen. Heel simpele regel. Iedere gast hier in het programma komt, krijgt 2 kaarten. Kijk welke kaarten het zijn. Aan het eind van het jaar maken we 1 flop, turn en river. Degene die de beste hand heeft, die wint dat geweldige skillvolle game. En wat is dan de prijs voor die geweldige skillvolle game? Die gaat spelen bij het meest skillvolle toernooi van Nederland. Namelijk het crapshoot toernooi van de Master Classics. Okay. Dat is de prijs voor de winnaar. Dus ik zou zeggen, doe je best. Je hebt een zware tegenstander. Want Thijs Wessels heeft al een 10-9 of zoet gepakt. Heel veel azen zijn er al uit. Kijk, A4, A5 of zoet. A7. Zoet, het was van Peter Plasman, de laatste uitzending. Goede kans, want dat schoppetjes. Nou, en misschien het aas nog met de beste kikker. Dus ik zou jou adviseren, trek een koning en vrouwen uit. Want die zijn nog een beetje, je hebt het al gezien, koning en vrouwen zijn nog live. Succes! Oké. Niet meteen openmaken, gewoon eentje dichtleggen en dan een andere erbij. Deze. Oké. Gaat die eerste kaart kunnen open? Kom maar op. Oh, kijk, die hebben we nodig. Wat heb je nu nodig als tweede kaart? Wat is de beste? Ja, doe nog maar een vrouw. Hoor. Nog maar een vrouw lijkt me niet zo slecht. Of nog een koning lijkt me. Een koning is er al uit, hè? Is maar een andere koning. Okay. Uit de vrouw. Okay. Oh! Oei, dit ziet er sterk uit. Kijk,
Drie azen liggen al eruit. Dus de kans dat er een overkaart flopt is niet zo heel groot. Koning nog, hè? Drie koning. En de vrouwen zitten er ook nog allemaal in. Dus je hebt ook nog een flinke kans om set te gaan floppen. Ai, ai, ai. Heel mooi. We hebben een nieuwe topfavoriet, Nick. Marza Fonk. Twee vrouwen. Hij kan het nog steeds. Fantasy Poker League. Ja, jongen. Het zwaarste item in het programma voor mij elke keer. Ik zit elke keer maar te kijken van, er zal nu toch wel gaan gebeuren. Maar het is toch streepje, ja, streepje, streepje, streepje. Dan denk ik allemaal grote toernooien geweest, maar het blijven streepjes. Bij jou ziet het er weer anders uit, Nick. Ja. Topprestaties. Ja. Want? Jasper, twee side events bij de EPT. Derde en vijfde geworden. Heel knap. Steven, hele jaar al ijzersterk. Ja. En een mooie, ook bij de EPT, een prachtig resultaat. 63.000 euro pakt hij daar. Ja, Tim van der Riet nog niet. Die heb je vers in het team gebracht. Is niet Tim van der Zwet. Tim van der Zwet is de jongen van de Drielender Tour in Warnemünde. Waar jij ook geweest bent. Finale tafel gehaald. Heel knap. Chipleader geweest op dag 3. Net niet gewonnen. Aardige jongen. Maar dat is hem niet. Dit is Tim van der Riet. Nee. Van Unibet. 79, volgens mij 84. Wat hou ik? 87.000 hou ik dit deze keer, deze maand. Ja. Tegen 3100. 678.453. De mensen thuis kunnen het lezen. 127.660 voor Rolf. Rolf, is het hiermee gebeurd? Jij zegt de hele tijd dat ik nog steeds een klapper kan maken. Maar ik heb het idee dat je me een beetje aan het husselen bent. Zo van, Rolf, je hebt echt nog niet verloren. Ja. Het gaat nog echt wel, hoor. Nou, weet je, er zijn heel veel toernooien weer wat er gaan komen. Ja, ja. En ja, het zou zomaar kunnen dat Lex Veldhuis toch gewoon een EPT of een WSOP gaat winnen. Is 5 ton. En 5 ton... Dan sta je weer dichtbij me. Ik ga weer wat veranderen. Tuurlijk. Paul Beren heeft namelijk een kleine cash gemaakt. Omdat ik hem uit het team heb gezet. Ja, bedankt ook dat je vindt het perspectief dat hij het kleine cash maakt. Dat hij niet meteen een groot wordt. Tim van der Riet gaat er dus... Sorry, was even gewoon even een kleine wissel om even te voelen. Eén wedstrijdje meteen weer wissel. Tim van der Riet gaat er bij mij uit. En dan komt Paul Beren er weer voor in. Want de World Series komt eraan. De EPT en noem maar op. En als het gaat om grote toernooien en flippies winnen. Dan is Patje gemaakt. Ja, en ik bedoel, Paul Beren de nummer 1 op dit moment in Europa. Ja, precies. Die kan ik moeilijk niet in mijn team hebben. Dus Paul Beren komt erin. Tim van der Riet eruit. Ga jij wat veranderen, Rob? Bij mij blijft het natuurlijk hetzelfde. Never change your losing system. Marcel, geweldig dat je hier was. Graag gedaan, was leuk. Bedankt dat je wilde komen. We zijn niet te kritisch geweest. Nee hoor, zeker niet. Niet te lastige vragen gesteld. Nee. Allemaal in orde. Voordat we je terugsturen naar Portugal, want daar woon je op dit moment. Ja, klopt. Wat is je favoriete drankje? Whisky. Whisky. Ja. Oude whisky? Ja, niet te oud, niet al te rokerig. Ja. Marcel, we hopen je snel terug te zien aan de pokertafel. Met mooie resultaten ook weer. Hopelijk in ieder geval dat je kan komen tijdens de Masterclass. Ja, dat probeer ik zeker. Een Brexit winnaar daar hebben tijdens het main event. Kijkers thuis, wij zijn er weer. In ieder geval in Valkenburg live Tuurlijk. Te zien. Jij aan tafel, ik achter de microfoon. En de week daarna waarschijnlijk met een nieuwe Poker Insight. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Mede mogelijk gemaakt door HollandPoker.nl, de pokersite voor Nederland.